Roda is Martin Koopman. Hij werkte de afgelopen jaren in Congo, Saudi-Arabië en China. Koopman veranderde weinig. Ruud Vormer vervangt de licht geblesseerde Linssen. En Hadouir krijgt de voorkeur boven Youlou Matondo. Tegenslag voor Heerenveen-trainer Trond Soljet in de warming-up. Spits Gerald Cibon heeft last van zijn nek en kan niet spelen. Zijn vervanger heet Bonaventure Kalou. Hij speelde door blessures tot nu toe slechts 7 minuten dit seizoen. 12.000 toeschouwers in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Rode RC tegen Heerenveen met commentaar van Bas Tegeler. Wat ruimte nu toch bij Heerenveen. En de eerste kans ook. K. Het is maar goed dat hij de bal niet goed raakt, want dan schiet hij in zijn eigen doel. Hadouir zoekt contact met Bodor. Handig gegeven. Open. Serieuze mogelijkheid voor Rode JC. Onder protest staat hij er, zoals hij zelf zegt. Martin Koopman. Na het ontslag van Raymond Attenveld neemt hij voorlopig de verantwoordelijkheid op zich. Via Breuer een hoekschop voor Roda. Bodor achter de bal van de Bussen. Het is voldoende voorlopig, maar daar komt Hadouir. En ja, dat is nog een gevaarlijke bal. Dat is nog gevaarlijk. En daar kan je best om lachen. Want de Bussen heeft er nog alle mogelijke moeite mee. Kwart wedstrijd gespeeld. Als Roda toch wat druk probeert uit te oefenen op het doel bij Heerenveen. En daar toch wel mogelijkheden uithaalt. Zoals nu. Hadouir. En een redding van Van der Bussen. Roda klopt nadrukkelijk op de poort, maar heeft het gat in de Friese defensie nog niet gevonden. Paulo Henrique, de Jong ligt en dan is er wat ruimte voor Berends. En zijn er van Heerenveen 2 voor de goal, Pranjic en Kalou. Daar is Pranjic en staat hij plotseling vrij voor de goal, maar is er een uitstekende redding van Castro. Opnieuw Berends, veel bewegingen. Vairine. Voor de goal van Roda staat iedereen af te wachten tot de bal er weer komt. En als Berends aan de bal is, gebeurt dat vaak. Ja, Berends, mooie bal. En bijna Kalou. Maar bijna telt niet. Vairine. Paulo Henrique mee. Voor de goal meldt zich Kalou. Hier is de Braziliaan. Heerenveen komt langzaam wat beter in de wedstrijd. Kalou met een serieus schot. Opnieuw een flinke kans voor de Friese. Kalou. Of Paulo Henrique is het natuurlijk. Met grote passen. En dan uiteindelijk staat de fout daar als een soort eenmansmuur. Om het probleem op te lossen. Roda voetbalt verder als er mensen geblesseerd achterblijven. En hier is buitenspel en deze goal gaat niet door. Deze goal van Oper wordt afgekeurd omdat de vlag al omhoog was gegaan. Maar eigenlijk zit het hele stadion al te kijken naar de andere kant van het veld. De foul verdedigt uit en dan komt Saïs zonder dat er een bal in de buurt is. Gewoon naar Kalou toe om hem heel doelbewust een deuk te geven. Ja, dit handje is zeer sportief. En wat er aan vooraf ging, alles behalve. Berends. De Friese machine komt wat op gang naarmate de rust nadert. Kalou. Ook Grindheim komt zich melden nu voorin. Vairine en Berends. Ja, koppers gevonden en een goal. Het doelpunt voor Heerenveen van Grindheim. Voor Roda voelt het onterecht. Maar helemaal uit de lucht vallen komt hij toch niet. Berends, gave voorzet. Beetje met de buitenkant, bal draait mooi weg. En Grindheim heeft de hoek in feite voor het uitzoeken. Het eerste kwartier van de tweede helft zit erop. Maar heeft hoegenaamd niets opgeleverd. Roda heeft geprobeerd om de tegenstander onder druk te krijgen. Dat lukt maar half. Maar kansen, die zijn er sowieso nog niet geweest. Nu met Oper en ja dan toch. De gelijkmaker van Cissé.
En zo als een duveltje uit een doosje komt hij er dan toch. De opluchting is er bij Martin Koopman. Uitstekende voorzet. Twee dieplopende aanvallers. En als Hadouier de bal aflevert, is er altijd wel eentje die er tegenaan kan lopen. Cissé doet het. En het is 1-1. Een vaste basisspeler bij Heerenveen. Hier Gerald Sibon. En hij zal zien hoe zijn ploeg het moeilijk heeft in Kerkrade inmiddels. Joachim. Met Saïs voor zijn neus. En nu? Het hoofd van de Fouw. De borst van Bodor en de diepe bal naar Cissé. Oper voor. Ook Bodor komt zich nu melden. Cissé aan de bal. Oper. Daar is Bodor. Ruimte om te schieten. En een schitterend doelpunt, zeg. Een schitterend doelpunt van Bodor. Zo krijgt Roda een kwartiertje voor tijd toch waar het recht op heeft. Omdat het de hele tweede helft jaagt. Mooie beweging van Bodor. En een uitstekend schot. Waarvan de Bussen geen enkel antwoord op heeft. Friese ploeg zal na een tweede helft waarin het voornamelijk achteruit liep. Nu plotseling toch weer de blik naar voren moeten richten. En dat is vaak niet makkelijk. Breuer. Berends. Hey, wat een ruimte daar plotseling. Voor Mika Vajrin. Berends. Vajrinen. Daar is hij weer. Laat zich plotseling als een soort extra aanvaller veel voorin zien. Smarason. En weer in de doelmond Vajrinen. Het adequate optreden van Saïs voorkomt dat de Fin de bal er binnen kan schieten. Trap van Berends. Gekopt. Blijft de bal hangen en Castro zit mis. En de gelijkmaker is dan toch een feit. Het is Smarason. De invaller die het laatste zetje geeft. Heel veel recht heeft Heerenveen er in feite niet op. De kopbal van Vajrinen. En de gelukkige rebound voor de voeten van Smarason. En of je er nou recht op hebt of niet. Hij zit en hij telt. Berends. Saïs of Berends. Hij is er langs. En dan bij de tweede paal is Breuer. Daar staan er twee van Heerenveen. En komt de bal in de handen van Castro. En zo krijgt Heerenveen in de slotfase dus toch nog een aardige kans. En moet het nu uitkijken dat het niet alsnog een counter om de oren krijgt ook. Oper vastgepakt door Dinsdag. En Dinsdag krijgt nog een gele kaart. Roda nog één keer. Bodor. Slotseconde van de wedstrijd. Linssen brengt de bal nog een keer in. Van de Bussen wordt flink gehinderd, maar heeft de bal te pakken. En dat is ook meteen het einde van deze wedstrijd. Een puntendeling in Kerkrade. 2 voor Roda en 2 voor Heerenveen. En uiteindelijk toch weer een gelijkspel, ondanks een nieuwe trainer op de bank bij Roda. Toch waren de Limburgers dicht bij de eerste overwinning dit seizoen. Ik denk wel dat we het verdiend hadden. Maar je weet ook dat in de eindfase, en als er dan een hoeskop op een vrije trap komt, dat dat levensgevaarlijk is, want daar zijn ze gespecialiseerd. En uiteindelijk word je daar ook door afgestraft. Dus eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. Maar als je dan kijkt naar het vertoonde spel, dan kan ik tevreden zijn. Het was zeker moeilijk. Zeker in het begin, eerste kwartier. Daarna wat beter en dan scoren we ook voor de rust. Dus 1-0 met rust is eigenlijk goed. Nou ja, als je de tweede helft ziet, dan zijn we eigenlijk niet in het spel voorgekomen. We zijn eigenlijk alleen maar in eigen 16 teruggedrukt. En hun met lange bal ook en via de zijkant ons onder druk gezet. En we zijn er eigenlijk niet aangekomen in de tweede helft. En hun scoren ook 2 doelpunten. Dus uiteindelijk mag je nog blij zijn dat je dan de gelijkmaker maakt en met een punt naar huis gaat. Hoe lang wil je dit doen? Ja, dat weet ik niet. Dat zou je bestuur moeten vragen. Nee, dat is hoe lang zij willen dat je het blijft doen. Hoe lang wil je het zelf doen? Ja, het is leuk werk. En dat heb ik jaren gedaan. Ik ben nu assistent dan van Raymond geweest. Nu dan dit even. Ja, dat smaakt naar meer, maar niet op deze manier. En niet bij Roda, omdat ik aangegeven heb dat ze iets anders moeten gaan zoeken.
Maar het klinkt toch niet heel geloofwaardig meer als je straks in april nog steeds hoofdtrainer bent hier. Dat je nog steeds zegt onder protest. Nee, maar dat zal ook niet gebeuren. Dan kan ik je bij deze melden.